De Premier League heeft een hoop geweldige doelpuntenmakers gekend. Dit zijn de topscorers van de laatste 10 jaar. 2008-2009, Nicolas Anelka voor Chelsea. In januari van 2008 werd bekend dat Chelsea Nicolas Anelka had overgenomen van Bolton Wanderers voor een bedrag van 20 miljoen euro. De clubhopper was in zijn tweede seizoen voor de Blues maar liefst 19 keer trefzeker en kroonde zich met dat aantal tot topscorer. Een mooie revanche voor de Fransman die in zijn eerste jaar bij Chelsea de beslissende penalty miste in de Champions League finale tegen Manchester United. He didn't look happy coming forward, Anelka, and he's not happy now because it's red in Russia, Champions League. 2009-2010, DJ Drogba voor Chelsea. Drogba is uitgegroeid tot een clublegende bij Chelsea. De Ivoriaan won in het seizoen 2009-2010 de Premier League met de club uit Londen en had daar een groot aandeel in met 29 doelpunten. Het was de tweede keer dat de grote sterke spits zich tot topscorer mocht noemen van de Premier League. Drie seizoenen daarvoor legde hij de bal al 20 keer in het netje, waarmee hij Benny McCarthy, toen spelend bij Blackburn Rovers, achter zich liet met 2 doelpunten verschil. 2010-2011. Berbatov voor United en Carlos Tevez voor Manchester City. De Bulgaar met de silky touch van United kon alles met de bal. Naast verbazingwekkende acties maken was Berbatov ook een killer voor de goal. Met het seizoen 2010-2011 als hoogtepunt won hij de Premier League en de FA Community Shield. In datzelfde seizoen moest de Bulgaarse tovenaar de nummer 1 plek als topscorer van de Premier League delen met Carlos Tevez. De Argentijn van de andere club uit Manchester had er ook 20 in liggen dat jaar. De voormalig Champions League winnaar met toen nog Manchester United is in 2009 verkast naar de buren, waar hij in 2012 de Premier League mee zou winnen. 2011-2012, Robin van Persie met Arsenal. Hoe lang blijft RVP nog bij Arsenal, ging er al een tijdje rond in Engeland. De Nederlander had aangegeven dat hij prijzen wilde winnen en daarom misschien Arsenal wilde verlaten. Na het topseizoen 2011-2012 was het duidelijk, de Dutchman ging vertrekken bij de Gunners. Nadat hij zichzelf met maar liefst 30 goals topscorer kon noemen van de Premier League. 2012-2013, ja, Robin van Persie met Manchester United. Hij verliet Arsenal voor de rivaal Man United om kampioen te worden. En zo geschiedde. Al na zijn eerste seizoen in Manchester pronkt van Persie met de kampioensbeker. Met 26 goals heeft hij een zeer groot aandeel en is hij in een opeen volgend jaar topscorer van de hoogste divisie van Engeland. Een goede keuze dus om Noord-Londen te verruilen voor Manchester. United is na dit seizoen overigens nog altijd aan het wachten op de volgende titel. 2013-2014, Luis Suarez met Liverpool. De ex-Groningen en Ajax-speler kwam in 2011 naar Liverpool. Waar hij vorig seizoen nog tweede eindigde op de topscorerslijst achter Robin van Persie, was de Uruguayaan dit seizoen de overduidelijke nummer 1. Met maar liefst 31 doelpunten voor de Reds liet hij ploeggenoot Daniel Sturridge achter zich, die 21 keer trefzeker was dat seizoen. Dat seizoen was de trigger voor Barcelona om de spits over te kopen voor een bedrag van 81 miljoen euro. 2014-2015. De Argentijn had Atleti in 2011 verruild voor Manchester City, waar hij dat jaar de Premier League mee won op onvergetelijke wijze. En sindsdien is Agüero niet meer weg te denken uit de Premier League. Koen, die in het seizoen 2013-2014 genoegen moest nemen met een gedeelde vierde plek op de topscorerslijst, was in het seizoen 2014-2015 de overduidelijke nummer 1. Met maar liefst 26 treffers mocht de Argentijn de Premier League Golden Boot thuis op zijn nachtkastje zetten. 2015-2016, Harry Kane met Tottenham Hotspur. He's a one season wonder, riep iedereen in Engeland na Kane's doorbraakseizoen in 2014-2015. De spits van de Spurs was dat jaar de nummer 2 achter Agüero en had iedereen verrast met zijn 21 doelpunten. Om iedereen de mond te snoeren ging Kane gewoon door met scoren en waren de rollen omgedraaid. Kane was de nummer 1 met 25 goals en Agüero vlak achter hem met 24. Bijna mocht Kane zich ook benoemen tot Premier League winnaar, maar hij moest met zijn Tottenham toch buigen voor Leicester City. 2016-2017, opnieuw Harry Kane met opnieuw Tottenham Hotspur. Eén ding is duidelijk, Harry Kane is geen two-season wonder. De spits van de Lily Whites is binnen no time uitgegroeid tot een van de beste goalgetters ter wereld. Nadat hij vorig seizoen de nummer 1 was, mocht Kane dit jaar weer de prijs voor de meest trefzekere voetballer van de Premier League mee naar huis nemen. Naast topscorer was de spits dit seizoen ook benoemd tot de Player of the Year. Met maar liefst 29 treffers was hij ook de absolute nummer 1 van het jaar. Romelu Lukaku van Everton was de runner-up met 25 doelpunten.
2017-2018 Mohamed Salah met Liverpool. Wat een debuutseizoen voor Liverpool heeft Mo Salah gekend. De Egyptenaar is in juli 2017 voor 42 miljoen euro weggehaald bij Roma en maakte gelijk furoren in de Premier League. De Egyptian Magician was niet te stoppen en was verantwoordelijk voor 32 goals van de 84 die Liverpool dat seizoen heeft gemaakt. Salah heeft behoorlijk wat aandacht tot zich genomen en heeft een hoop individuele prijzen gewonnen dat jaar, waaronder de FIFA Puskas Award en de Player of the Year. Is Mo Salah een One Season Wonder en wie is jouw favoriete topscorer van de laatste jaren? Laat het ons weten in de comments.